Iedereen kijkt er naar uit, naar de komst van de vaccins. Het is dé oplossing om weer terug naar normaal te gaan. In januari kunnen ze beginnen met inenten, zeggen ze. En je zou zeggen, dat gaan we dus allemaal doen. Maar veel mensen tekenen ook bezwaar aan en geven aan niet mee te willen doen, zich niet te willen laten inenten. Sommigen niet uit principe, anderen uit angst of uit voorzichtigheid, want is het wel veilig? Wat zijn de bijwerkingen? Wat spuiten ze eigenlijk in je lijf? En dan klinkt ook nog de roep om vaccinatieplicht. Want ja, het is toch belangrijk, dat kun je direct doen of indirect. En dan komt vanzelf de vraag, kan dat zomaar allemaal, dat verplicht stellen? En wat is wijsheid? Moet het? Mag het? En ga je het doen of laat je niet vaccineren? Tijd voor wat nadenken dus en op zoek naar wie nu de betere argumenten heeft. En dan ga ik te raden bij een moraaltheoloog, bij Lambert Hendricks. Hartelijk welkom. Als je dat zo hoort, wie heeft nu de betere argumenten? De mensen die zeggen, ik laat me vaccineren, of de mensen die zeggen, aan mijn lijf geen polonaise? Ja, dat is een goede vraag. Vooral natuurlijk ook omdat relatief gezien we eigenlijk maar kort nog met dit vraagstuk bezig zijn. En daar bedoel ik vooral mee dat meestal als het over medische zaken gaat, enerzijds de technologie heel snel gaat, maar anderzijds je ook veel tijd hebt om na te denken over wat nou goed is en wat nou wijsheid is. En nu heeft men eigenlijk al vanaf het allereerste begin, vorig jaar, van ja, die pandemie die zo begon te ontstaan, al snel nagedacht over de noodzaak van vaccinatie. En ik denk, als ik zo terugdenk, dat bijna iedereen dat ook wel een goed idee vond, maar al heel snel begon men zich te realiseren dat normaal gesproken vaccins vele jaren aan ontwikkeling vragen. En ik heb zo het gevoel dat dat nu voor veel mensen de aanleiding is om een beetje huiverig te zijn. Want er bestaan natuurlijk vaccins tegen heel veel ziektes. En daar stellen we ons eigenlijk ook nooit zoveel vragen bij. Er zijn natuurlijk wel ouders die er bezwaar tegen hebben om deel te nemen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Maar dat vinden we meestal toch wel uitzonderingen, of dat zijn uitzonderingen. Nu gaat het om veel grotere groepen van mensen die bezwaar hebben. En als ik dat zo analyseer, dan heb ik het idee dat daar heel veel irrationaliteit bij komt kijken. In deze zin dat men zegt, als een vaccin zo snel ontwikkeld is, dan kan het toch niet zorgvuldig zijn. Dat vind ik een goed voorbeeld van wat al te kort door de bocht redeneren. Want we moeten natuurlijk ook zien dat nu eigenlijk voor de eerste keer er een vaccin ontwikkeld wordt waar de hele wereld bovenop zit. En waar iedereen eigenlijk dag en nacht voor werkt om dat gauw ontwikkeld te krijgen. En dat is nu eindelijk gelukt, zo lijkt het, hè, op verschillende manieren. En ik heb ook wel gemerkt dat op een aantal momenten er wat aarzeling was, ook vanuit de medische industrie, zal ik maar zeggen, dat ze dus een onderzoek stopzetten. Maar dat zijn juist hele goede tekens. Hè? Dat wil zeggen dat ze dus zorgvuldig ermee omgaan. En ja, nu zijn er dan op dit moment dan toch een aantal werkende vaccins al. Dus wat dat betreft denk ik dat het heel goed is dat we als wereldgemeenschap, zou ik bijna zeggen, daar zoveel werk van gemaakt hebben. Kun je dan mensen overtuigen met goede voorlichting en goede argumenten? Dat zal de taak van de overheid eigenlijk zijn. Hè. Ik vind het een heel groot goed dat wij zelfs in onze grondwet hebben staan dat ieder mens het recht heeft op integriteit van het lichaam. En de consequentie daarvan is dat je niemand kunt dwingen om een vaccin te krijgen. En het komt dus op die voorlichting aan om mensen te laten zien ja, hoe belangrijk het is, maar ook hoe veilig het is om die vaccins te gebruiken.
Kun je dat argument van integriteit van het lichaam ook gebruiken om juist mensen er wel toe te bewegen om zich te laten vaccineren? Want bij de integriteit van het lichaam hoort ook dat je beveiligd kan worden tegen zo'n virus. Vanuit de moraaltheologie is ook duidelijk dat er een plicht is van mensen en van de samenleving om te zorgen voor goede gezondheid, hè, en voor veiligheid van leven. En daarom denk ik dat het zo verstandig is om wel van dat vaccin gebruik te maken, maar dat ieder individu uiteindelijk zelf beslist wat er met zijn lichaam gebeurt. Ja, dat is een goede zaak. En door voorlichting kan zo iemand met die vrije beslissing dan ook kiezen om juist wel gevaccineerd te worden. In die lijn gedacht, hoe ethisch is dan het om mensen te verplichten? Ja, dat is onethisch, zou ik zeggen. Kijk, we hebben net geredeneerd vanuit het idee, een vaccin is goed omdat je daar ook je naaste mee beschermt. Dat is denk ik een heel valide redenering. Tegelijkertijd heb je natuurlijk ook de verantwoordelijkheid om te zorgen voor je eigen gezondheid. En als mensen dus zeggen van nou, ik wil met dat vaccin even wachten totdat ik zie hoe dat uitwerkt en wat bijwerkingen zijn enzovoort. Nou, dan kun je daar niet tegen zijn, denk ik. Maar wel meen ik dat de reden waarom mensen nu zeggen ik wil geen vaccin, dat vaak toch te veel op emoties gebaseerd is en niet echt op een goed doordachte redenering. Als ik het goed begrijp, voor de overheid is het een zaak van heel goed uitleggen en voor wetenschappers. En voor de mensen is het een zaak van heel goed luisteren en blijven nadenken. En blijven nadenken, precies. En zo het goede doen. Het goede doen dus, dat is de uitdaging. Dat geldt ook voor onze tweede vraag. Als de vaccins er zijn, bij wie beginnen we dan? Beginnen we te inenten bij de kwetsbare groepen of juist bij de jongeren? Natasja Kienstra heeft er over nagedacht. De eerste vaccins tegen COVID worden in de komende maanden verwacht. In eerste instantie zullen er niet voldoende vaccins beschikbaar zijn om iedereen te vaccineren. Om te bepalen wie voorrang moet krijgen, heeft de Gezondheidsraad in november 2020 geadviseerd om in te zetten op het verminderen van ernstige ziekte en sterfte. Sommige mensen hebben immers minder last van COVID dan anderen. Denk aan jongeren. Hiermee is de kernwaarde van het vaccinatiebeleid gezondheid. Je kunt ook andere waarden hanteren. Aan het einde van de eerste coronagolf werd het draaiboek gepubliceerd hoe artsen moesten beslissen over wie wel en wie niet een IC-plek krijgt als er te weinig IC-plekken zouden zijn. De algemene ethische waarden in het draaiboek zijn gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en het willen redden van zoveel mogelijk levens. Het draaiboek stelt eerst welke overwegingen geen rol mogen spelen in de keuzes die de triageteams maken als er niet genoeg IC-plekken zijn. Het doet er bijvoorbeeld niet toe of iemand door eigen schuld IC-zorg nodig heeft, bijvoorbeeld omdat iemand rookt. Zo ook niet iemands financiële, sociale of juridische status, etniciteit, nationaliteit of seksen. Iedereen heeft recht op de beste zorg. Vervolgens beschrijft het draaiboek welke niet-medische overwegingen wel een rol mogen spelen bij triage. Er wordt dan eerst gekeken naar hoe lang mensen naar verwachting IC-zorg nodig hebben. Patiënten waarvan verwacht wordt dat ze minder lang op de IC zullen liggen, krijgen voorrang. Op deze manier worden meer patiënten geholpen en dus meer levens gered. Als er op basis hiervan geen verschil gemaakt kan worden tussen patiënten, krijgen medewerkers in de zorg voorrang. Als er dan nog steeds meer patiënten dan IC-plekken zijn, schrijft het draaiboek voor dat iemand uit een jongere generatie voorgaat boven iemand uit een oudere generatie. Deze afweging komt voort uit de gedachte dat iedereen
gedurende het leven dezelfde levensfase zou moeten doorlopen, moeten kunnen doorlopen. Men noemt dat het vereningsprincipe. Op deze laatste overweging is de media ingesprongen en er volgde veel verontwaardiging. Ook de filosoof Peter Singer heeft dit nog niet zo lang geleden in het dagblad Trouw overwogen. Hou vooral rekening met mensen die nog de meeste levensjaren voor zich hebben. De jongeren dus. Als we jongeren, adolescenten, eerder naar buiten willen laten gaan, dan zullen we zowel voor de ouderen als voor de adolescenten moeten zorgen. De meeste mensen in onze samenlevingen zijn erop uit om datgene te beschermen wat ze hebben. Dat is begrijpelijk en dat hoort volgens hen bij zorgen. Maar de filosoof John Tronto ziet dit als een gebrek aan zorg, of als tegengesteld aan zorgen. Als je zorg niet uitstrekt naar anderen, maar beperkt tot je eigen kring, je eigen familie, gemeenschap, je kerk, dan beschouwt Tronto dat als een gebrek aan zorg. Zorgen houdt intrinsiek in dat zorg uitgaat naar anderen. Ook naar hen die verder weg zijn en naar hen die niet tot de eigen groep behoren. Het gebrek aan deze bredere opvatting van zorg is volgens haar echt een groot probleem in onze westerse samenleving. In plaats van gezondheid als waarde kun je dus ook zorg als waarde hanteren. Bij gezondheid kies je voor verminderen van ernstige ziekte en sterfte, maar bij zorg kies je voor anderen. Je kijkt naar de behoeften van die anderen. Wat te denken van al die adolescenten die over de hele wereld heen contacten willen leggen en willen studeren en werken met andere mensen. Als je uitgaat van de waarde zorg en mocht je adolescenten vanaf nu al naar buiten willen laten gaan, dan is het wenselijk dat de werkende oudere groep gevaccineerd wordt. Echter, de werkende oudere groep is ook een kritische groep. En daarmee ontstaat het probleem van niet direct al willen inenten. Dan staat de waarde vrijheid onder spanning. En de vraag is dan, kan je mensen verplichten? Omdat je mensen niet zomaar kan verplichten, zie je dat mensen een voorbeeldfunctie willen gaan vervullen. De ex-presidenten van Amerika, als ook onze eigen minister-president Rutte, willen zich zo nodig op de televisie laten inenten. Het eerder genoemde triagedraaiboek is openbaar gemaakt, zodat er een breder gesprek over dit moeilijke onderwerp gevoerd zou kunnen worden. Door artsen werd uitgezien naar een constructieve uitwisseling van gedachten in de maatschappij. Die discussie is niet breed genoeg gevoerd. Ik hoop alsnog op een constructieve brede discussie over het coronavaccineren, waarin ook ruimte is voor anderen en voor andere waarden